Ten Boer viert na 5 jaar afwezigheid eindelijk weer de Feest en Lichtweek. De aftrap van dit 8-daagse dorpsfeest was vorige week vrijdag. Er staat een kermis, muziekkorpsen trekken door het dorp en er is volop theater, sport en spel om te bekijken of om aan mee te doen. Ook veel straten in het dorp zijn in sprookjesferen gebracht. Iedere 4 jaar wordt de Feest en Lichtweek gevierd, maar corona zorgt er nu voor uitstel. De mensen zijn er wel weer aan toe dat er wat leuke dingen gebeuren in het dorp, dat merken we. Ja, hoe merk je dat? Het enthousiasme bij de activiteiten die georganiseerd worden, gewoon leuke opkomst. Het enthousiasme waarmee de inwoners van Ter Boer de straten hebben versierd. Ja, er zijn straten bij, die zien er gewoon prachtig uit. Dus er is heel veel inzet gedaan. Ja, daar zijn we heel tevreden mee. Er is iedere dag voor iedere generatie Ten Boersters wat te doen. Deze kinderen vermaken zich op de kermis. Hier wordt gewacht op de trein die ieder half uur langs de versierde straten rijdt. Gaat u ook met het treintje mee? Ja, daarom zitten we hier, hè. We zijn zelf nog niet in de gelegenheid geweest om even het dorp te verkennen. En daarom stappen we straks even op de trein en hopen we in elk geval een gedeelte te kunnen zien. Ja, we zijn ook weken bezig geweest om de straten leuk te maken. We hebben als thema rood kapje. Dus daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Het feest duurt nog tot zaterdag, maar nu al kan gezegd worden dat de Ten Boersters er met z'n allen een geslaagd feest van hebben gemaakt. Het hele dorp is er op een of andere manier mee bezig, de een wat meer dan de ander. Maar het leeft echt in het dorp. Ja, het is toch wel leuk als je ziet dat alle mensen uit het dorp hun handen uit de mouwen steken, toch? De saamhorigheid valt iedere keer weer mee, inderdaad, dat klopt. Ja, in een dorp als Ter Boer moet je het samen doen. En dorpsbelangen is dan wel de overkoepelende club die het organiseert. Maar zonder de inzet van zoveel vrijwilligers zouden wij er ook niet kunnen doen.